De hem kunnen geen Oosterhout. De hem kunnen geen de heerlijkheid Oosterhout. Ja, dat is ook goed. Als we Google Positioning Systems en we kennen het allemaal van de TomTom in de auto. Als je ergens heen wilt, dan tik je het adres in en het apparaat weet precies waar je bent. De satelliet. Precies, dat gaat via de satelliet. Wel, die GPS-techniek die is ook gebruikt om een digitale gids te creëren. Ja. En het programma Easy Travel, waarover straks meer, dat biedt dus de mogelijkheid om toeristen langs allerlei attracties te leiden. Maar ook niet alleen toeristen, hè? Ik denk dat er ook heel veel inwoners van Oosterhout ook nog niet weten. Of hoe was jullie ervaring? Wel, ik denk dat er een heel goed te zien valt wat betrekking heeft op het. Ja, bijvoorbeeld de Alsterbrug, daar kun je afstappen. Daar staat zo'n zuil, hè? Zo'n oranje zuil. Ja, staat ook zo'n zuil, maar je kunt ook luisteren via je telefoon wat die Easy toch te vertellen heeft. Okay. Dus het is heel informatief. Okay. Ja, dat is het interessante van deze toepassing. Ja. Je hebt op de app heb je de plattegrond, hoe je moet rijden. De route. Precies de route. En als je dan het lijntje volgt, dan wordt regelmatig gezegd of je linksaf moet of rechtsaf. Ja, dus je wordt gegidst. Precies. En het leuke is bovendien, als je dan, zoals Paul zegt, voorbij het monument komt waar iets interessants te zien is, dat moet natuurlijk wel geprogrammeerd zijn, dan word je daar automatisch in ons geval op geattendeerd. Oké, hoe werkt dat dan? Dan gaat er iets piepen of zo? Ja, dan gaat er een stem, spreken. Oké, dus vol in de remmen? Nee, hoe je het precies kan organiseren, dat is nog een beetje onduidelijk, maar we hebben het binnen het bestuur gesproken. Ja. Welk bestuurder? Wel bekend. Ja, dat ben ik heel hopelijk blij. Hopelijk. Deze bekende naam, hè. Ja, er gebeuren momenteel best een heleboel heel interessante dingen binnen de Heemkundekring. En Paula kan me daar beter over vertellen dan ik, onder andere Paula. Dus met die meneer Robert van Roesbroek. Oh ja, natuurlijk. Ja, tot een beetje tot mijn schade moet ik bekennen dat die man de eerste voorzitter van de Heemkundekring was. Maar die was fout in de oorlog. En die heeft een gemeentelijke onderscheiding gekregen. Die is hem onlangs afgenomen, hè? Ja. Ja, omdat daarna werd pas duidelijk dat die man heel wat op zijn geweten had. Ja. En dat zijn spannende dingen voor ons natuurlijk. Hè. Ja. Die man heeft bij onze club gehoord. Ja. Dus dat is wel eventjes slikken. En dan maken jullie GPS-tocht langs allerlei zaken die aan de oorlog herinneren. En dan heb je een foute voorzitter gehad. Ja. Nou ja, goed. En dat is dankzij Jacob Jonker, een van onze leden, die dat echt nagevorst heeft, die daar heel lang ingedoken is. En door zijn vasthoudendheid is dat gelukt om die onderscheiding van Rob van Roosbroek te laten afnemen. Ja. En dat is eind vorig jaar gebeurd. Ja, dat is gewoon. Want dat gebeurt niet zo vaak. En dat gebeurt nooit. Dat is echt een hoge uitzondering dat zoiets wordt ingetrokken. Ja, dus maar meestal hebben een fout hersteld, zo kan je het zeggen. Ja, zo? Nou, misschien kun je het zo zeggen. Wij wisten het niet natuurlijk, hè, dat die meneer niet helemaal kosher was. Een paar jaar geleden zijn we nog naar België gegaan, toen nog een boek over Van Roosbroek gepubliceerd werd. Ja. En we dachten, god, dat is leuk, onze voorzitter, en dan die informatie, die kennis. Maar toen bleek dus dat het de foute boel was. Ja. En inderdaad, zoals Paula zei, die hebben we dit dat daar heel erg precies is, het zaakje goed doorzocht heeft, Jacob Jonker. En toen is het zaakje aan het rollen gegaan. Dat is ontzettend belangrijk. En als je vertelt over Oosterhout, de omgeving, de geschiedenis van Oosterhout, dan voel je je daar op een gegeven moment bij betrokken en dan ben je trots op jouw plaats. En dan denk ik wel eens aan wat Kennedy zei, ik ben een Berliner. Ik ben een Oosterhouter. Ik ben Oosterhouter. Maar ik bedoel, het is toch raar dat kinderen zijn bijvoorbeeld, die niet weten wat Schokkelstoren is. Ja. En wat daar achter zit, wat voor een verhaal dat is. Hoe komen die soortjes hier in Oosterhout? Ik krijg ineens een idee. We hebben de Oosterhout Academie waar al heel veel mensen naartoe zijn gegaan. Ik denk dat er een junior versie van moet komen. Dat zou misschien wel zien. Dat zou ook goed zijn. Ik moet trouwens zeggen dat, dan ben ik dans formuleren. We hadden het over het interesseren van jongeren. Nou, wij proberen het onder andere door gebruik te maken van deze moderne techniek die past bij deze kinderen. Maar het kan ook op andere manier. En ik was op de Open Monumentendag, was ik bij onze collega's van de Swobbels Toren. Die stichting heet De Verwezen Toren. En ik vond dat ze heel goed bezig waren. Ja. Dus
Wij hebben elkaar gevonden en we inspireren elkaar heel erg. Nou, als jullie nou ook nog wat voor Open Monumentendag zouden kunnen doen, want die zitten ook te springen. Wat extra mensen. Dus als alle handen ineengeslagen kunnen worden, dan kunnen er nog mooie dingen doen. Maar eerst even de korte termijn, want wat gaat er op 5 mei gebeuren? Wat sneller of Frans? Ja, dat is. Ja. Wij kunnen bij tijd wel heel snel regelen, maar we zijn bij deze uitgedaagd. Ja, want er is in principe een middagprogramma, Park Heuvel en Slotlaan, 5 mei. Dus dit houdt een keer in jouw hand, omdat dit, ik wilde jou laten zien, een illustratie geven, van op welke wijze wij bezig waren met scholen. Oh, om ze te interesseren. Precies, ja. En deze school is een voorbeeld die dat... opgepikt heeft, ja. Van god, daar kunnen we wat mee. En die hebben het meteen verspreid onder hun kinderen en onder de ouders. Oh, sorry. Dus dan ben ik even op de verkeerde. Ja, dat is mijn schuld. Ja. Maar dit geeft wel aan dat scholen er best in geïnteresseerd zijn. Ja, nee, en je kan natuurlijk ook een prachtig verhaal bij vertellen, hè, wat jullie zeggen van de verwezen toerderingen, die stichting inmiddels. Die kunnen ook een prachtig verhaal vertellen. Ja. En wat ook ontzettend leuk is en wat ook best wel bij jongeren wat meer in de belangstelling mag komen, is de Zuiderwaterlinie. Waterverdedigingslinie die door heel Brabant heeft gelopen en waar de Slotbosse Toren een onderdeel van heeft uitgemaakt. Dus ja, er is een heleboel te vertellen. Ja. Dus ik denk dat er misschien nog wel een tweede easy travel... Wat mij betreft zou dat zeker kunnen en ik wil graag meewerken aan bijvoorbeeld ook monumenten of iets dergelijks. Ik weet dat er momenteel een easy tocht is samenstaat. Ik denk dat, ik ben daar best blij mee dat ze dat gedaan hebben, maar ik denk dat het nog iets beter kan. Ja, nou, misschien moet jullie ook eens gaan praten met de VVV, want die is ook altijd geïnteresseerd in leuke tochten. En ja, die brengen dat ook graag onder de aandacht. Ja, we zijn aan het eind van dit onderwerp gekomen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor je bijdrage. Wij gaan nog even naar muziek luisteren en u krijgt van mij nog een overzicht. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Heel veel succes en laat van je horen, dat vinden we alleen maar leuk. Ik kom graag nog een keertje terug. Ja, nou, graag tot een volgende keer, zou ik zo zeggen. Okay, ja. Succes, hè. Dag. Houdoe. Houdoe.